Ja, de fietsers hier bij Massum. Wel, ze moesten toen nog een heel eind. En het waar, dat verroren staar gewoon. Het begon van de morgen met flink wat zinnen en een noffelijke temperatuur. Maar toch de noordwestenwind kwam er meer en meer koele lucht in kant op. Wel, joen en vannacht. Ja, dan hebben we toch een vrij helder waar. Opklaring, zie ik dan wel bewolking. En een temperatuur tussen de zon en de 9 graden. Maar dan die fietsers die het laatste eind hebben. Nog een matige, ontvrij krachtig of krachtige wind krijgt 4, want 6 bevlagen uit het noordwesten. En die wind die houdt hem starig onderdeel. Vannacht een zwakke, ontmatige wind. En dan morgen een droge duibuis. Maar ja, die temperatuur, dat wol net terug. Het staan 15 ontzondje graden. De zin is er redelijk bij. En dat is het beeld en ik. Maar het is wel droog. En de wind morgen uit noord-noordwest. En die zal matig ontkrachtig wijzen. De vrij krachtige of krachtige wind natuurlijk in het kust- en waardgebied. Hé, daar ben je mee, Mikbaar. Jazeker! Ja, zeker! En dan maasje, tongetje en vrijt, het fruitjocht. Temperatuur nu daai om het bij de 14 of de 15 graden heen. Dat is natuurlijk koud voor de tijd voor hier. Gewoon wij, jullie temperaturen zomaar bij de zandje of 18 graden heen. Op maasje en tongetje is het droog en op vrijt hebben we een aantal buien. Ja, en hoe het weekend nu pakt, we maken morgen maar weer even in het waasje. Hey, kom het Piesma!